Wat gaat de nieuwe Sprinter bieden? Hij rijdt heel soepel. Hij heeft een prachtig toilet aan boord, oplaadstekkers. Het is gewoon een geweldige trein. Waarom zijn deze nieuwe Sprinters nodig? Omdat we steeds meer kort stukken vervoeren hebben waar heel veel mensen in willen meerijden. En we hadden een heel vervangingsprogramma. Er komen in later ook weer nieuwe intercities. Maar we zijn begonnen met de Sprinters en ik ben er heel blij dat deze treinen vandaag meer dan 20 in gebruik. En er komen er dus nog een heleboel achteraan. Eindelijk met die zo nodige toilet. Ja, een enorme aanwinst en met een prachtige Mondriaan versiering. Dus ook heel Hollands gevoel. Ja, ik vind het gewoon prachtig. En ik was hier net met Remy de Boer, voorvechter voor mensen met een beperking. En die is dolblij. Die zegt, nu kan ik weer met de trein. Want als gehandicapte kon ik eigenlijk nooit meer met de trein mee. En nu weer wel. De treinen waren ook nodig omdat er eigenlijk steeds meer belangstelling is voor de treinen. Nou, gelukkig wel. Kijk, we lopen vast op de snelweg hè, met de files. En ik ben ontzettend blij dat we met het openbaar vervoer heel goede alternatieven kunnen bieden. Treinen rijden in Nederland door is de bank genomen. Gewoon heel goed en vrij punctueel. En met deze nieuwe Sprinters is het gewoon een genot om met de trein te gaan.